Nou, de reden waarom ik zomers gekleed ben, is met mijn palmbomen en mijn leeftijd. Zou je 10 jaar geleden gedacht hebben, nog ga ik in de zon zitten. Maar er zijn natuurlijk ontwikkelingen waardoor ik nou niet in de zon zit. Maar dit is veel goedkopere oplossing, joh. Verwarming lekker hoog, palmboom achter de ramen. Het is ook een grote tegenstelling, zo van ik ben in de herfst van mijn leven. Oh, en dan ga je... Wow. Vind ik wel grappig. Ja. En dan maak je er een tegenstelling van. Ja. Dit is het hoofdthema van mijn leven. Heel veel liefde. Ja. Lukt niet altijd, hoor. Maar jij vond het wel grappig dat ik in de zon, in de zonnige kleding rondliep. Ja, precies. Dus ja. Vandaar de vraag van, is daar een speciale bedoeling? Ja. Heb je daar een speciale bedoeling mee? Ja. De koers die we varen, en nou kom ik weer tot het punt. Onze landelijke leider, de heer Mark Rutte, een zeer inspirerende stijl, is alleenstaand. Nou, vele van mensen die ik ken, zijn mensen die in elk geval 1 keer al gescheiden zijn. Mm-hmm. Sommigen zelfs 2 keer. De statistieken tonen blijkbaar aan dat 1 keer gescheiden, bij een tweede huwelijk zijn kansen nog groter om weer te scheiden. Mm-hmm. En zowel ikzelf als een paar van mijn vrienden of vriendinnen komen iedere keer in een spagaat terecht ten aanzien van de liefde en woning. Een woning is een zo'n zeldzaam iets hier in Nederland, al is het maar een klein flatje, het is bijna heel moeilijk, ja, bijna onmogelijk om snel een woning te vinden. Snel is inderdaad moeilijk. Ja. Nou is het zo, in de liefde kan het soms wel snel verkeerd lopen. Ja, het kan snel opkomen en ook weer snel weggaan. Ja. En natuurlijk gebeurt dat wat vaker bij de mensen die een beetje een op- en neer persoonlijkheidsstructuur hebben. En de meer stabielere mensen zullen daar wat minder last van hebben, van plotseling aan en plotseling uit. Maar los van hoe wij zelf zijn, bij plotseling uit is dat heel vervelend voor beide partijen. Je hebt een oorzaak en een reden, maar voor beide partijen is het een zeer ingrijpende ontwikkeling in hun leven. We raken uit ons doen in die periode. Ja, het is oorzaak en gevolg. Ja. En dan gaat het bij mij niet zozeer om nou, wie er schuldig is. Nee, uiteraard. Zal blijken dat beide partijen vaak schuld hebben, al was het buiten de oorspronkelijke keuze van de een die die nooit had moeten maken. Een vriendin van mij, die ook een paar keer getrouwd is, die heeft nou weer een leuke man ontmoet. En die leuke man, die stelt aan haar voor om bij hem in te trekken. Hij heeft een eigen huis en zij heeft een hele leuke, mooie, ingerichte huurflat. Mm-hmm. Zij vraagt aan mij, Frans Peter, met onze wijsheid opgedaan in onze levens voordat ik die man ontmoette, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Ik zou zo graag ja tegen hem zeggen. Maar, Frans Peter, wij zijn geen garantie voor eeuwigdurende relaties. En mocht ik die relatie niet gestand weten te houden met hem samen, deze nu in mijn ogen hele leuke man, dan sta ik voor een dilemma die groter is dan ik zelf aan kan, Frans Peter. Ja, sta je weer met leven. Dan ten eerste kan ik dan geen snel een andere woonruimte krijgen. En dan zijn mijn centen ook op. Ik heb het nou leuk ingericht, ja. Ik ben mid 50 of begin 50 en ik zou hier oud kunnen worden. Maar als ik eerst de stap naar de liefde toe waag, die dan eventueel weer niet te halen is, hoe los ik het op? Nou, vandaar mijn intenties van deze film. Ik wil opknokken, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vrienden of vriendinnen. Ja. En vandaar mijn woorden naar premier Rutte, eerste kandidaat, vanwege zijn alleenstaande status.
met welke partner hij in de komende tijd ook in zee eventueel gaat, wat doet hij en wat stelt hij die nieuwe partner voor als ze uit elkaar gaan. Ja, nou, nu ik wat ouder ben geworden, had ik al met deze vriendin de spontaniteit grotendeels moeten verruilen voor een doordachte relatie. Ja, we moeten. Zij werd door haar man op straat gezet op zoek naar de liefde. Mm-hmm. Hij weigerde haar kinderen mee te geven. Ik was alleenstaand op zoek naar de liefde en heb haar onder dak genomen met bedachte onderwerpen die we samen besproken hebben. Mm-hmm. Zij had geen cent te makken, haar man die weigerde haar een cent te geven. Ik zeg, nou, ik heb nog wat geld, dankzij mijn Nivra-accountant vader, die overleden is. En ik investeer het daarin. Alleen, ik ben geen Sinterklaas. Laten we dan afspreken, ik doe die 20.000 euro nou investeren, dat is 8 jaar geleden. En tegen de tijd dat jouw kleine erfenisjes of wat dan ook aankomen, dankzij overlijden van ouders, dat als ik oud ben en mijn tanden vallen uit, of er is een nieuwe wasmachine nodig, of er is een nieuwe, voor mij past zelfs camera nodig, dat die uit 20.000 euro van jou komt. Dat zij aan de beurt is om een investering te doen in je relatie, in economisch opzicht. Ja. Dus, ja, die dingen die lopen dan toch door elkaar heen, die kun je niet loszien van elkaar. Hè? Nee. En omdat meneer Rutte de leider des volks is, en ik een onderdeel van het volk ben, stel ik mijn vraag aan meneer Rutte. En ik kan me voorstellen dat in deze crisisperiodes financieel onze leider met wat belangrijkere dingen bezig is, maar wee, oh wee, volksgezondheid en scheidingen en behuizingen zijn essentieel onderdeel van een goed draaiende economie. Economie, daar ben ik ook wel van. Zieke mensen, daar heeft de economie, is de economie ook niet mee gediend. Dus dat hij dit onderwerp delegeert naar een van zijn secondanten, zijn de ministers. Mm-hmm. En dat die ministers het ook weer delegeren naar hun departementen. Dan denk ik aan de departementen van volksgezondheid, werkgelegenheid en dergelijke. Om adequaat, effectief dit voor het volk aan te pakken en op te lossen. Maar ik vertel jou, ik weet een beetje meer nog. En de details hangen te goede, maar er staat duidelijk in de financiële rubrieken van kranten en tijdschriften dat de bedrijven heel veel onroerend goed op hun balans gewaardeerd hebben, ver boven de waarde van de reële actuele waarde. En er is een dermate hoge leegstand in het kantoorgebeuren en dergelijke, dat bij het afboeken naar reële waarde van deze onroerend goed, al deze bedrijven ten onder gaan. Zo lees ik het in de krant, en laat ik het maar verkeerd begrepen hebben. Dat is volgens mij toch niet zo. Maar dan zouden ze dus met een overheidsingreep de afboekingen van deze gebouwen minder kunnen maken door ze te herplaatsen als woning voor het volk. Ja, ja. Ja? Waardoor die bedrijven gered worden van een calamiteit van hoogste orde. Mm-hmm. Waardoor het volk plotseling allerlei woonruimte ter beschikking krijgt. En wij als volk zullen ons al wel echt schikken naar regels die de overheid instelt van de voorwaarden, hoe wij in aanmerking komen voor deze vrijgekomen ruimtes en de fatsoen waarmee wij met die ruimtes omgaan. Ja? Het wordt dus een tijd van moraliteit, van niet met het vingertje wijzen, maar gewoon regels. En als je mee wil spelen, dan volg je de regels. Ja? In Europa worden landen nou gevraagd om aan de nieuwe regels deel te nemen. En wij als volk zullen ook gevraagd worden om deel te nemen aan de nieuwe regels, ingesteld onder de auspiciën van onze alleenstaande eerste minister, leider des volks, Mark Rutte. Heer Rutte, ik wens u en uw stijl veel doortastend succes in de toekomst.
Maar wij zijn van mening dat dit ook snel en efficiënt gestalte kan krijgen. Mm-hmm.